que nace en el navío. De oorlog werd een Spaans lied. Een hoorspel van Dick Walda. Regie Ad Leupler. De dolor en sí. De tres años de ti. Zuster, mag ik even de steek? We maken hem nou. Vlak voor het bezoek gaan zitten stinken. Omdat je vrouw niet komt, ga je ons een beetje zitten jennen. Maar Lotte, dat kan je echt niet maken. Die man heeft wat bijzonders. Met jou heb ik niks te maken. Dat is je lange vieze haren, maar is marihuana roker. Zuster, toe, gouden steek, alsjeblieft. Moet dat nou, meneer Ballot? Er komt direct bezoek. Het gordijn gaat toch dicht, zuster? Goed, ik zal het wel ophouden. Ik offer me wel weer op. Iedereen trapt altijd tegen me aan. Mijn benen is vandaag weer niks, zuster. Ik krijg er haast geen beweging in. Flink blijven oefenen, meneer Ballot. Na het bezoek gaat u met de stoppen weer wat lopen op de gang. Hoe lang duurt het nog? Hoe laat is het nou, Ballot? Ik kan net niet op die klok kijken. Ach, zeur niet zo, man. Nog een kwartiertje dan staat ze weer voor je neus. En wat dan nog? Hoe zit mijn haar nou? Kijk eens even. Leek er netjes bij. Zeg mij, hoef je niet in de maling te nemen. Aan jou valt helemaal niks te versieren. Totaal niks. Hoe gaat het nou, opa? He? Je moet je een beetje opheppen, hoor, vlak voor het bezoek. Hoe vind jij me nou? Wordt er nog wat verkocht of zijn jullie al aan het schieten? Nee, opa, ze schieten hier niet. Dit is het ziekenhuis. En je ligt te praten met Tanne Drood, weet je wel? Die rare vogel met het lange haar. Ja, je hoeft mij niks te vertellen, hoor. Je bent goed bij de tijd. Hoe kom je hier nog best? Alleen de rug van me. Dat is het, die rug. Die moet zo zeer. En voor de rest, prima. Prima. Ja, alsjeblieft. Een nieuwe? Hé, ja. Nou, zo hoofd is helemaal in verband. Let op, schengelbasisfactuur. Niet mis. Hoe later op de avond, hoe schoner volk. Heren, rustig hè. Dit is meneer Vreeling, een ernstige patiënt. Wat heeft die zuster? Schedelbasisfractuur? Dan moet hij eerst tijd een beetje plat liggen. Vanuit een rietje drinken. Waar is mijn vrouw, zuster? Waar is ze gebleven? Ik moet er nog eventjes wat zeggen. Uw vrouw komt direct. Zit bij de dokter. Straks komt ze naar u kijken. Goedenavond, Vreeling, zal ik maar zeggen. Ja, waar lig je dan? Ik ben Lemmy. Lemmy van de Markt, Albert Kuip. Ja, jongen, zo is het met mij ook gegaan. Het ene uur sta je sinaasappelen te verkopen. En het andere uur dan lig je als een verkreukelde krant in bed. Nog net op tijd, zei de dokter. Prikkelende voet, ik kon amper meer staan. Nou, ik heet Drood. Zeg maar Tanne, dat is mijn voornaam. En die bij het raam, dat is Karper Ballot. En die hier rechts naast me... Dat is meneer Duiding. Opa, zeggen jullie allemaal. Hij zit in zijn rug, compleet uitgevloerd. Nou, een Ballot daar bij het raam, die heeft een lamme linkerkant. En hier links naast me ligt Lemmy Kruik. Ja, zoals u al hebt gehoord. Ja. En meneer de vaartjesmaker markeert niks, maar ligt toch al mooi 3 weken in het ziekenhuis. Nee. Ze kunnen niks meer vinden. Alleen met zijn rechteroog ziet hij weinig. Nee, Ballot, je bedoelt 2,5 week. Maar even serieus, ze houden mij omdat het toch niet druk is. Dat bed op de hoek staat al een week leeg. En ik ben een interessant geval. Ik ben helemaal gewend, kind aan huis. Nou, ik ben nooit. Ik wil eruit. Ik zou best niet achter mijn handel willen staan. Zuster, mag ik een glas water? Hé Lem, kun je eens horen. Fijn brokje muziek, het swingt de pan uit. Ik hoor dan eventjes, zeg. Die gaat er wel uit, man. De hele familie heeft de moeilijkheden toch aan. Ach, laat maar nou eventjes. Nee, stil. Mag niet. Lekker je een kat krijgen van mijn zuster. Oké. Zender zwijgt al. Meisje, mijn hoofd. Heb ik een zwaar hoofd? Is daar niks aan te doen, zuster? Zuster. Wat het mijn moeder was, die heb ik voor het laatst. Och nee, de laatste toer houdt die wat bij me. Jawel, opa. Nou, niet zo meelij met jezelf hebben, hè? We luisteren allemaal naar je. En er komt direct bezoek. En we zijn in afwachting van het bezoek, zoals dat heet. En daarna luisteren we weer naar u.
Bezoek, wie komt er dan voor mij? Huh? Ik heb dan nooit een keer bezoek gehad. Er is niemand meer over, wat is het? Er is niemand meer over, hè? Hoe een duiding is mooi de laatste. Nou, rustig nou, ouwe, maak je nou niet zo druk. Zo zeker zo. Ik vind het eten hier slecht, waardeloos. Als dat je enige zorg is, ben je gauw weer buiten. Vertel eens, wat zeggen de dokters nou eigenlijk van jouw geval? Nou, al sla je me dood, ik weet het niet. Ja, ze zeggen je toch niks. De laatste weken, hè, was ik erg moe. Je kent dat wel. Prikkende benen en voeten. Ja, vooral mijn voeten. Ik kon er eigenlijk niet meer op staan. Ik denk, weet je wat? Ik ga even naar de dokter. Nou, die beklopte mijn voeten, mijn knieën. En prikte me overal met de speld en al dat soort flauwekul. We zullen u opnemen ter observatie, zegt hij. Ik zeg, dokter, hier staat een kleine zelfstandige. Die kan niet weg van de markt. Die moet de hele dag achter zijn kraam staan. Anders komt hij niet aan zijn omzet. Nou, dan maar halve dagen werken, zegt hij. Nou, laat ze alles maar schuiven, hoor, die middenstanders. Hun netto inkomen ligt er niet om. Laat die man toch even uitpraten, Balot. Bovendien mag jij je helemaal niet druk maken, heeft de dokter gezegd. Anders zit je je leven lang in een karretje. Dus, ik ging weer voor hele dagen achter de kraam, hè. Ja. Totdat ik overal de prikkels kreeg. Door mijn hele lichaam. Net of mijn voeten sliepen, hè. Maar dan overal. Ja, ja. Je kent dat wel. Wat gevoel. Ja. Nou ja, ik weer naar de dokter. Nou, en die had het binnen 10 minuten wel bekeken. Neurologische afdeling, paviljoen 2. Meneer moet opgenomen worden. Ja, nou, en daar ligt die jongen dan. Nou, je krijgt wel een uitkering natuurlijk, maar je zit met je klanten, hè. Je bouwt je klantenkring op en ineens, pats, alles voetzie. Dan kan ik weer van onderaf aan beginnen. Ja, ik kan een leuke handel. Veel Spaans werk, sinaasappel, grapefruit en zo. Achter je kraam heb je het gevoel dat je nog wat doet voor je medemens. Kijk, zoiets mag ik nog graag horen, hè. Een man die het weet te versieren. Beste koopman, luister maar een boekhouder. De mensen die het weten te versieren, die komen er wel een vest. Oh, ik heb al heel wat handelaartjes geholpen bij een boekhoudertje. En altijd was het weer klagen geblazen, zeuren op dubbeltjes en kwartjes. Maar als ik uiteindelijk een goed overzicht had, nou, dan waren hun inkomsten helemaal wat hoger dan die van een goede vakarbeider, zal ik wel zeggen. En geen kwaad woord over de Joden, geen kwaad woord. Ik ben geen antisemiet, maar die konden klagen. Maar die klagen nog steeds het hardst. Ja, niet dat ik ook maar iets tegen die mensen heb, hoor. Ja, ik hoop niet dat ik u beledig als ik het zeg. Maar die Joden, kijk, hoe zal ik het zeggen? Ja, die kennen zo de kunst om zich van de domme te houden, hè? De zaken te versieren. Ja, ja. Ze spiegelen zich aan de kleine rijkdommen. Ja, en dek nou van anderen. Nee, wij denken helemaal niks achter, boekhouder. We luisteren alleen maar heel anders. Kijk, neem nou mij, hè. Ikzelf, ik ben donateur van een Joodse sportvereniging. Ach, ja, ik gireer jaarlijks 10, wat zeg ik, 12,5 guldjes is het nou alweer geworden, ja. Ja. Maar hun fijne neus, hè, voor goede zaken doen. Nou. Ja, hun ondergrond is niet zo best, hoor. Daar zijn natuurlijk mensen zoals wij. Meneer Ballot, zal ik u nou eens even helpen bij het aantrekken van uw schone jasje? Het bezoek kan ieder moment binnenkomen. Voor mij toch geen bezoek vandaag. Ja, goed, zeg. Even goed, mag u me wel even helpen met mijn jasje. Zo. Nou. Even uw andere arm. Dank, zuster. Nou, jullie horen het wel, hè? Meneer heeft het Joodse ras bestudeerd. Ja, oh, dat zou ik geen zin willen beweren, maar ik mag toch wel opmerken. Nou, of niet, maar je bent een hoer. Och, wat is ik straks beter met zoekjes, wat vertel ik met je boekjes, wijsheid. Opa. Wijsheid vuil. Dan houdt u zich allemaal koest, meneer Daring. En vooral niet te ver uit bed hangen. Ik raap u straks niet op. Ja. Hé, jongens, ik kom voetstappen. Daar komen ze. Goedenavond. Goedenavond. Dag. Dag. Gooi het lijntje dicht, hè. Ja, zo. Dag. Hoe gaat het nou, jongen? Hé, goede. De dokter heeft gezegd, nog een hersenfoto. Ja, nou onder narcose. Ik zie er wel een beetje tegenop. Die rugverprik was ook gewoon wat je. Nou, dit weer eroverheen. Zeg dan, heeft de dokter al iets gezegd over naar huis gaan? Een beetje toch? Een paar dagen geleden zei hij 's morgens nog tegen de hoofdzuster iets over verder onderzoek. Laat het mij mooi liggen. En ik vraag later aan die zuster, wat heeft de dokter gezegd?
Maar de mensen vonden het zo gewichtig. Ja, zegt ze, dat moet u wel aan de dokter vragen, meneer Drood. Dan laat ik me niet over uit. Ja, wat heeft ze gezegd? En er is ook een nieuwe gekomen. Die is aangereden. Schedelbasisfractuur. We liggen hier wel met een mooi boekje bij elkaar, hoor. Lammen en blinden. Nou, en opa blijft hetzelfde. De vlaag is die heel helder, dan slaat hij aan het vertellen. Maar ja, even later ligt er als een echte oude man bij. Niemand kijkt naar hem om. Hij heeft helemaal geen familie meer. Maar het is een lastige man, hoor. Als het even kan, doet hij alles zelf. Ja. Hij is versleten, hè. Jij raakt ook versleten. Ik zie je later al. Hé, dan krijg je van me. Opoe Drood. Nee, de kleine. Hoe gaat het met de kleine? Hoe gaat het? Alleen, ze wil niet naar de buurvrouw. Mee naar papi, zegt ze. Nee, ja. Ze brult de hele boel bij elkaar. Ik ga er gerust mee nemen, hoor. Mag. Die zusters zijn moordgenieten. Die zijn lief voor kinderen. Heb je nog kranten voor me meegenomen? Ja. Ook nog twee brieven. Ik heb ze niet opengemaakt. Eén uit Londen, toch niet? Ach, nee, natuurlijk niet. Ben je gek, meid? Je weet dat het helemaal uit en afgelopen. Maak je nou niet ongerust, hè? Ik begin niks meer met een ander. Hé? Als ik eruit ben, gaan wij Jovel samen aan de schuif. Hé? Ja. Ik wil lekker een paar dagen Antwerpen. Nou, daarna ga ik gewoon vandaag werken. Jij schuilt er nog maar bij. Jij gaat weer bij zo'n uitzendbureau. En ik pas op het kind. Ze. Ik denk dat ik kan voor hem mee te gooien. Ik ben zo slap als een vaderhoek. Geen heterik meer dan jij. Nee. Hier, ik heb het voor je gekocht. Voor na het zieren. Alsjeblieft. En ook wat fruit. Het zal het allemaal maar hier liggen, hè? Moet het in het laadje? Nee, laat het hier maar liggen. Dat kan zo blijven liggen. Nou. S'avonds is het ergste natuurlijk. Zit ik maar in mijn eentje. Ja. Af en toe gooi ik de televisie aan en hoor je vaak al die nadrukkelijk pratende wijze mannetjes en die wijze vrouwtjes die het allemaal zo goed weten. Ik vind er niks aan zonder jou. Goedenavond. Oh, kijk, daar heb je de vrouw van die mannetjes. Dag. En wat zei de dokter? Hoe lang zou het duren? Nou, rustig blijven liggen. Hè? Maak je alsjeblieft niet druk. Ik zal alles wel regelen. Als jij nou maar kalm houdt, hè? Dus de eer ben je eruit. Ik denk het niet. Weet je wat zo gek is? Net of ik niks meer ruik. Ze schijnen ook steeds met een lamp in mijn ogen. Waar zou dat nou goed voor zijn? Je ziet er anders wel indrukwekkend uit, hè? Je hele hoofd in verband. Heb je nog pijn? Oh, alleen wat duizelig. Een beetje hoofdpijn. Ah, het komt wel weer goed. Ja, natuurlijk. Hoe is het nou? Hoe het nou is? Best, meid. Nou, ik lig wel prachtig bij hier. Nou, hè? Ja. Rustige zaal. Heilige zusters. Oh ja? Ja. Ja, maar ik weet wel dat ik weer gauw uit moet, hoor. Zeg maar tegen Bertus dat ik over een weekje weer naast hem sta. Ja, ik heb heimwenen naar de kraam. Verdomd als het niet waar is. Nou, dat laat je mooi aan de dokter over, hoor. Je ligt hier goed. Laat je nou eens helemaal naar. Ja. Altijd goed. We krijgen toch een uitkering. Ja, hoeveel? Desnoods ga ik voor halve dag uitwerken. Ik heb nog steeds twee handen aan mijn lijf. Ja, eigenlijk is het wel mooi, hè? In zo'n ziekenhuis. Je hebt nergens verantwoording voor. Je laat je maar drijven. Ja, alleen ik wou dat ik die prikkels kwijt was. Ja, jongens. Zwaar gevoel in mijn voeten. Met hele kleine speldjes. Laat het ziekenfonds maar eens mooi voor me dokken. We hebben jarenlang trouwpremie betaald. Boten van het ziekenfonds. Ik hoor hem nog roepen. 2 weken. Weet je het nog? Ja. Zeg, wat je wel moet doen, dat is eens een keer in de week even naar ons bootje gaan kijken. Of alles nog vast zit. Kijken of die water gemaakt heeft. Doe je het? Oh, maak je niet overal zo druk om. Wat is tijd? Wat is een week? Wat maakt het toch allemaal uit? Je hebt je altijd te druk gemaakt om al die kleine rotdingen. Ja. Gezondheid, dat is het belangrijkste. Zeg, ja? Ik
Ik wou alleen nog zeggen, haal die student die boven ons woont niet over de vloer. Ach, ach nee, hij is zo'n typisch plakkerd. Je raakt er van je leven niet meer kwijt. Verder, vrouw alleen. Ja, je bent zo'n prachtige moot. Geen geintje hoor. Nou, alsjeblieft zeg. Dat denk je wel. Heb ik ooit aanleiding gegeven? Hij is gewoon een aardige jongen. Ja, ja. Ik wou hem vragen of hij me even naar de boot brengt met onze wagen. Dat kan toch wel? Dan kan u ook eventjes kijken of er water in staat. In de eentje krijg ik dat zware luik niet omhoog, dat weet je. We hebben zo wat 100 vrienden en familieleden. En dan wil je uitgerekend met die jongen in tanden en kiezen gaan aanpassen. Stel nou, maak je niet zo druk, Clem. Maak je niet zo druk. Ga wel lopend naar de boot. Kan mij die knul schrikken. Ach nee, nee, nee. Lopen hoef je ook niet. Ja, ga maar met die jongen. Nou. Als je hem maar niet meeneemt naar het ziekenhuis, voorlopig wil ik geen bezoek. Je mag alleen open sturen. Die wil ik nog wel hebben. Maar verder niks. Geen gezeur aan mijn hoofd. Ja, 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 mensen. Ik merk het al. Nieuwe honden, nieuwe prijzen. De bezoekuur gaat voorbij. Er is geen mens bij mij geweest. Ze heeft mijn eigen broer niet. Oh, Pat, veel niet meer mee. Nieuwe honden, nieuwe prijzen, ze een keertje indraaien, een keertje mee. Tanne, hoor je me? Ach, god. Zo'n oude zielige man. Tanne. Kijk maar niet hoor. Hij ligt om zo raar te praten. Ik ben wel blij dat ik nou eindelijk hier lig. Ja. Zuster. Zuster. Meneer Ballot? Ach, legt u me even op de andere kant, dat u zou het kunnen. Kan ik tenminste een beetje uit het raam kijken. Je raadt nooit wat ik thuis gedaan heb. Je raadt het niet. Nou, zeg het dan. Wat is het? Ik ben het huis aan het verven. Zie je me nou? De hele keuken staat nu in de grond verven. Ik heb ook gewit. Ah, kijk maar hier. Blaren zitten in mijn handen. Ik ben helemaal gek geworden. In je eentje alles overhoop, alleen je laat het hoor. Jongens, snap dat nou. Nou. Ik ben de lente toch kwijt. Ik kan nog niet al die dagen maar zitten wachten. Gaat dat niet? Snap dat nou alsjeblieft. We zitten hier toch ernstig te praten. Natuurlijk. Grijp het dan. Ik kan gaan zitten mediteren. Ik kan gaan verdiepen in de ellende, maar je kent me toch? Ja. Als ik niks om handen heb in deze toestand, dan ga ik kapot. Ja. Ja, ook zo. Dat wist ik niet. Dat is het ook. Met alle mannen. Geen tijd om zich in een vrouw te verdiepen. Geen tijd, alleen maar poen maken. Verder nergens tijd voor. Altijd alles maar weer uitstellen. Denk het komt wel. Wees toch eens bezig met een ander. Je hebt altijd voor alle zaken, voor alles in het leven, al een antwoordje klaar in je hoofd. Je weet niet eens hoe je bloed en vrouw in elkaar zit. Nee, wacht nou eens even. Gooi jezelf in een kontermin, wat krijgen we nou? Nee, malle. Ik wou alleen maar dat je me begreep. Je probeert je in een ander te verplaatsen, niet naar die oude man. Die roept je, hij wil dat je bij hem komt. Nee. Nou, ga je er straks in en ga je een beetje met hem praten. Maar luister nou eens echt, prik nou eens door. Dat doe je zo weinig. Jij komt meestal niet verder dan de buitenkant. Ibel was te zitten. Oh, 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 oh. Krijg ik een beetje gratis psychologisch consult. Houd toch op. Nou, ik in het ziekenhuis zit, nou pak je me. Nee, ik meen het. Ja. Je moet toch begrijpen dat het allemaal... Hey, kom nou. Hé. Hey. Nee, ik zeg niks meer. Anders ga ik je direct nog zitten janken op. Kom fijn naast me liggen. Hé, hey. Mag les van de zuster. 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 U riep, meneer Droog. Ah, nee, mijn man is in de maling, zuster. Nee. Neem me niet kwalijk. Zuster. Dan, het doe niet zo gek. Zuster, ik wil alleen maar vragen of ze naast mag komen liggen. Ik moet het troosten. Verzoekschrift gericht aan de geneesheer directeur, meneer Brood. Ja. Van mij mag het. Hou me toch op, dan begrijp die armoedtroep nou. Ik ben niks zonder jou. Ik leef maar voor de helft. En dan pak ik die witwast. Weet je dat die boekhouder bij de raam 3 keer een zelfmoordpoging heeft gedaan? Dan leg je eerst op een andere afdeling. Ja. Toen hebben ze hem hierheen gehaald. Je wordt hier met kilo's ellende geconfronteerd. En ze al verder op de chirurgische afdeling liggen helemaal kneusjes.
hersenoperaties, weet je wel en zo. Ik ben er beroerd van. Zuster. Zuster. Is de post al gebracht? Stil, stil. Nee, je moet nog komen, meneer Vallot. Als er iets voor u bij zit, dan krijgt u het meteen. Ja, graag, zuster. Ik verwacht post. Wil jullie dat beetje je boek houden verwacht post? Zeker, presentatie vriendje weer. Ja, bemoeit u zich dan maar met uw eigen zaken, meneer Daring. En schreeuw niet zo hard tijdens het bezoek. Vinden de mensen die prettig? Ja, dat bedoel ik nou, schat. Als ik het over een eigen leven heb. Die leider van een belot, weet je wel, die boekhouder bij de raam. Die jent die oude voortdurend. En omdat je alles van elkaar af weet. Je hoort elkaar poepen, je raakt elkaar stank. Je hebt er een gordijntje om je heen. Zo'n dun stukje stof. Dat is je eigen wereld. En al die verhalen over alle mogelijke ziektes. Jezus, wat een ellende hier. In de andere zaal zijn er een paar die mogen soms in een karretje naar de tv kijken. Die hebben een zak vol pis opzij hangen. Zeg, dan ga straks in ieder geval naar die opa toe. Ach ja, het is ook een fijne vent. Hij moet je moorden vertellen, maar ik weet het niet, hè. Hij slaat af, hè. Hij slaat terug. Hij wil nog niet. Soms roep je midden in de nacht, donder op, rotzak. En dat een keer of vier achter elkaar. Dan denk ik dat de moffer hem komt halen. En soms krijgt hij zijn geloof terug. Hij is als jongetje in een gereformeerd gezin opgegroeid. Maar hij heeft overal gezegd. Ach, goed. Maar kijk nou naar mij. Straks een stapje weer uit bed. Meneer met zijn hippe pakken. En dan ben je open en de rest kwijt. Geen witte lakens meer, maar die fijne kleuren van mij. Lekker in het bad. En dan ons grote bed met het hele ziekenhuis van je afspoelen. Behoorlijk, ja. We nemen een week vakantie. En dan ga je heel geleidelijk aan de van toe tekst maken. En geen besprekingen meer van huis over die rottige reclamebusiness. Denk nou eens aan het geld, meisje. Ik moet nog doorgaan. Je weet precies hoe lekker ik heb verdiend. Maar ik heb me heilig voorgenomen. Nee, nou, niet van lachen ook. Ik heb me heilig voorgenomen om geen flauwekul meer te maken. Het wordt na het ziekenhuis alleen maar serieus gewerkt. Nee. Laat alleen je kruiden voelen, hé, fijne meid. Nee, doe niet. Hé. Hey. Doe nou, tanden. Nou. Ze zitten allemaal te kijken. Hoe kan er nou, er zit toch een gordijn voor? Nee, het is niks voor jou, maar wat mij betreft. Ik kun je zo bij me onder de deken schrapen. Johnny, kon je blijven? Oh. Nee, opa, even wachten. Ik heb bezoek. Straks kom ik, hè? Ja, gewoon alleen maar om te aan je vrouw. Wil ik bezoek afscheid nemen? Oh, is het nou zo? Nou, hoe hoort het, hè? Ik moet weer weg. Afscheid nemen. Nou, morgenmiddag is het weer bezoek. Nou, kom je morgen morgenavond. Ja, dat is ook weer. Ja, morgenmiddag. Misschien komt de dokter straks af. Ja. Dag. Dag. Morgen ben ik er weer. Schat. Het zal wel vreemd zijn in huis. Zonder jou. Het was het dan, hè? Ja. Waar gaan de dokter mee? Ja. Nog pieker hoor. Nee, dat gaat daar. Dag hoor. Goedenavond. Dag. Trok. Dag. Dag. Dag hoor. Dag. Dag. Goedenavond. Misschien ligt het aan mij, zuster, maar het stinkt hier naar inkt. Dat ligt niet aan u hoor. Het is een nieuw soort schoonmaakmiddel dat zo ruikt. En denkt u eraan, morgenochtend om 10:00 wordt er een EEG gemaakt. Hm? En meneer Drood, morgen bent u weer aan de beurt voor de röntgenkamer. Arteriografie. Ah, heerlijk, ze blijven mijn foto's maken. Zeg, Lemmy, die inkt, hè? Die inktlucht, die rook ik in het begin ook. Oh. Net als je weer op school zit, hè? Moet je horen. Vroeger, toen... Die opa Ruiding, hè? Je zit boren vol verhalen. Ja, die, ja, maar het gaat altijd om subversieve acties. Altijd in verzet tegen de heersende orde. Zo moet u dat niet zien, meneer Belot. Die man heeft een andere levensopvatting dan u. Daar komt hij voor uit. Daar heeft hij wat voor gedaan. Maar subversieve acties, nee, dat zie ik niet. Nou, ik mag ze graag horen hoor, die oude jongens. Nou, hij is overal geweest. In Spanje, daar heeft hij gevochten. Overal. Hij heeft in Duitsland gezeten, in een kamp. En... Zeg, als hij in Spanje is geweest, dan is hij nou zeker stateloos, hè? Dan sla je me dood. Opa, ben je stateloos? Nee, jongen, dat is nou voorbij. Ik ben het geweest tot na de laatste oorlog. Oh. Toen hebben we de lijst van de jongens eindelijk nog eens doorgelopen. Ze hebben ons weer Nederlanders gemaakt.
Samen met die binken die uit de oostfront hadden gevochten. Verdomd waar, ja. Ging er één moeite door. Elk jaar moest ik met mijn stateloze pas naar de vreemdelingenpolitie om een stempeltje te halen. Dan, kom eens hier. Heb ik een beetje aanspraak. Je bent toch lopend patiënt. Nou ja, vooruit maar weer, opa. Ja. Zo. Nou, dat komt de druk aan, opa. Stond erbij. Ja, zeker. Zo. Zeg, opa. Ja. Overdrijf je nooit een beetje? Huh? Ik kan me nauwelijks voorstellen dat het zo'n rotroep is geweest daar in Spanje. Zie ik daaruit als een snoever? Dat zei ik nog niet. Het was overal aan moet doen de tijd. En daar helemaal. We sliepen in de bossen, we lagen op het veld. Je weet toch, het laatst niks meer van. En het went. Vuiligheid, honger, ellende, alles went. Ik ging eens slapen, hè. We waren zo bek af dat we niet eens een schuilplaats zochten. Het regende, probeerde mijn geweer droog te houden. Toen ik wakker werd, toen regende het niet meer. Maar mijn wapen was één bonk roest. We wonnen met 500 man, Duitsers en Nederlanders, bij elkaar geteld. Op het eind hadden we er 50 over. 400 waren afgemaakt. De rest had overal verspreid. In het begin hadden we op 100 man één machinegeweer, later gekoeld. En ik had zo'n geweer dat je naar elk schot kon laden. Oh, ja, ja, ja. Hollander Piet, dat was een reuze vent, zo'n beetje was aanvoerder, hè. Dat was een lied, ja. Een lied uit die tijd, dat zat vaak in mijn hoofd. Maar ik kan er meestal niet op komen. Ja, nou dan ging ik nog wel eens luisteren bij een oude maat van me naar dat lied. Dan zongen we samen en we zaten allemaal als kleine kinderen met een bok in onze keel. Ja, omdat we verloren hadden, verdomme. De oorlog is een Spaans lied geworden, jongen. Dat lied is Carmela. De Carmela. Ja, hoe dat precies toeging in Spanje, ik weet het niet meer, Tanne. Ik weet het niet meer. We deden het heel gewoon. De meeste jongens gingen er onderdoor, wisten we veel. Ik had eens één keer met een jachtgeweer geschoten, maar dat was ook alles. Er waren er gewoon genoeg die nog nooit een geweer in andere gevallen gevoeld. We kregen een stoomcursus vechten. Hè? Maar we gingen uit solidariteit, zo heet dat. Nou ja, wij hebben Madrid helpen verdedigen. Ik zat in Salamanca, ik vergeet het mijn leven niet. Bent u nog wel eens geweest naar de hand, met vakantie of zo? Ja, nou, Ballon komt er niet tussen, hè. Laten we even verder vertellen. Dat was een troep daar. Ja. Iedereen was geloof ik aan het vragen. Ik heb toen een vrouw geholpen. Ik zie er nog wel eens als ik droom. Ja, ik zie er nog wel eens. Ik weet niet eens hoe ze heet. Ik zag er alleen lopen met een matras op de hoofd. Vloeken in het seconde. Oh, achter elkaar. Vloeken in het Spaans. Maar ik zie het. Ze zocht naar haar kinderen en haar man. Iedereen was daar wel eens zoeken. En langzaam in het Spaans vloeken. Ja. Hij ziet er nog wel eens als ik droom. Meestal vroeg in de morgen, zo om een uur of vier. En dan zie ik te lopen. Ik hoor er vloeken. Met die matras op de hoofd. Ik had een paar blikjes conserves had ik georganiseerd. Oh. Ja, dat moest je wel, wou je niet vormen. Dus ik heb die matras van die meid overgenomen en ik ben met haar gaan lopen. Zij op me geweer vast. Ja, er zit geen patroon in, hoor. Nee. Wij lopen met z'n tweeën. Lopen, lopen. En eindelijk hadden we een mooi plekje gevonden. En ik geef haar die blikjes. Hè. Ik weet nog hoe we ze openmaakten. Met mijn bajonet. Ik dacht altijd, als ik dat kreeg, die bajonet voor mijn manootje moeten gebruiken. Want eigenlijk heb ik geen soldatenbloed. Waarom bent u er eigenlijk heen gegaan, opa? Ja, geef me eens even.
Een beetje. Beetje dingetje? Ja, ja. Een beetje droog. Dus je kan al, hoor. Ja, zo. Zit maar lekker op, hè? Ja. Zo, zo. Ja, ja. Nou, wij gingen erheen. Hè. Nou, wij gingen erheen om het precies met de kop in te drukken. Dat leefde sterk in die solidariteit. Zo jullie nou, zou ik maar zeggen, die rare pakjes lopen met het lange haar en je rare taaltje. Jij bent bezig met je eigen wereldje te veranderen en overhoop te gooien. Ja. Nou, zo wilden wij ook wat bewijzen. Mm-hmm. Ja, maar het was meer op doel gericht, hè. We lulden niet zoveel als jullie. Oh. Nou, we stapten in de trein, eerst tot Parijs, dan een stukje verder. En we zijn weer in Parijs teruggekomen ook. Dus doodziek. Toen nog een tijdje in het hospitaal gelegen. Eentje heb ik er koud gemaakt, de moer. Zo. Ik wist het zelf niet, hoor. Ik heb het zelf niet gezien, maar mijn maat wist het te vertellen. Hij vertelde het me later. Die moer ging zo onderuit. Maar die andere jongens, ik zou maar zeggen, die Franco-toepen, die waren veel beter bewapend. Wij niet, maar wij waren fanatieker, hè. Ja. Nou, ik opende dus met mijn bajonet die blikjes, hè. En wij... Die vrouw en ik met z'n tweeën zaten wij gehaktballen te eten. Oh, met je vreemden. Een wit hoekje had ze nog op die matras gelegd. Ja, mooi, ja. En vis zat er ook in. Ja, in een ander blikje dan. Ja. En we hadden biscuit van die aarde. En wat denk je? Wat denk je? Ja, ik denk niks. Het vloeken hield op. Oh. Ja. Ze heeft me een zoen gegeven, zo vies, als ik erbij kan. Alsjeblieft. Ja, maar verder niks, oh, hoor. Ik ben later nog eens teruggegaan naar Salamanca, maar ze was er niet meer. Marsje, hè? Marsje? Ik hou er niet van. Maar toen we uit Frankrijk vertrokken, stond er zo'n ploegje Fransen te spelen. Oh, het was Frans? Lijkt helemaal nergens op. Ze hadden geen uniform, alleen maar een pet. Want heel vroeger hadden ze met elkaar een orkest gezeten, hè? Toen we vertrokken met een man of 20 speelden ze die mars. Zeg, opa, hoe lang bent u dan nou nog alles bij elkaar geweest? Heel mijn leven lang. Hoe heet het? Heel zijn leven lang. Ah, die man die praat maar wat. Nou, ik bedoel, heel mijn leven lang, ja. Met alle herinneringen erbij opgeteld. Heel mijn leven lang, ja, ja. Je teert op je herinneringen. Zo is bij mij. Anders heb ik niet alleen die herinneringen. Die kleine, lelijke vogel, gele vogel, hè, die ik had, die moest ik ook werken met. Het was toch zo'n lief zangertje. Heel lief zangertje. Die Franco, die zit anders dan maar steeds, hè? Nou, die heeft toch wel duidelijk gewonnen. Al dat helder gedoe, ja, allemaal voor niks. Ik begreep dat die man van alle kanten veel meer is hoger dan de Republikeinen. Ja. Die Duitsers die bonden. Wel, ja, toen maar dood. Jij sleept verdomme overal de Duitsers mee. Ja. Wat denk je eigenlijk wel? Hoe oud ben je? Goed 33 jaar. Nou, dan moet je nog eens goed de boekjes nalezen. Ja, de geschiedenisboekjes bedoel ik. Jij denkt geloof ik dat de Duitsers overal zaten, hè? Dat als maar even kan de Duitsers roven en moorden. Maar dat is natuurlijk onzin, hè? En duidelijk onwetenschappelijk. Bij een discussie... Oh, goed, als jij niet ophoudt, dan krijg je een kussen. Heren, laten we het leuk houden, hè? Meneer Tabin, u bent helemaal opgewonden. Ja. De dokter heeft u verboden zich druk te maken. Wat doet u nou? Ja. En u, meneer Droog? U bent een lopend patiënt, maar je kunt er beter een dag van blijven gaan zitten. Een beetje aan de ernstige patiënten denken. Wat heb jij vanavond, meisje? Je kijkt zo ernstig. Nee, meneer Brood. Elke keer als hij over politiek gaat praten, maakt opa zich veel te druk. Ja, maar dan wordt hij toch veel beter van wat gepraat, weet je dat? Een vrouw heeft mij verweten dat ik veel te weinig praat. Daar heeft ze gelijk in. Hey, hoe gaat het nou met je? Tot hoe laat moet je werken? Oh, net of u de dienstplotseling niet meer weet. Ik heb geen nachtdienst. Ik ben vannacht niet tot uw beschikking. Oh. Maar gaat u alsjeblieft naar het dagverblijf. Weet u wat het is, meneer Darding? U lijkt aan sentimenteel heimwee, meneer Darding. U bent gek op de oorlog. Anders droomt u er niet van. Ah, man, je bent er de ballen van. Hoe zou nou trouwens een boek houden? Ach, met jouw soort, met hippe vogels, met lange haren en met bloemetjes pyjama's, discussieer ik in principe niet. Marihuana roken. Ah, je moet wel wat. Ja, je babbel. Anders laat ik je van de zaal afgooien. Wat moet er van jou worden, man? Ik heb hier al naar je geluisterd en je zat over die Duitse grieten voor je die zulke mooie briefjes schrijven. Die je ging bezoeken, die het allemaal zo gezellig maakte.
Nou zit die eens Tonne hier even te praten, jij. Ik word moe. Ik ga liggen, mensen. Ik ga even liggen. Nou, nou maar kom straks nog even kijken, hè? Zie zo. We hebben de dagelijkse voorstelling van de heer Duiding weer gehad. U valt die man steeds in de reden. Laat hem toch praten. Beste koopman, als u hier zoals ik al lang ligt en elke avond dat feest weer moet aanhoren, dan spreek je wel anders. Elke avond begint hij over zijn angsten te zeuren. Die man zit boordevol agressiviteit die jullie op deze wijze lozen. Laatste keer dat ik vreemd sliep voor zijn cel, admiraal de Waterweg. Nou, weer zo'n 14 jaar geleden. Mm-hmm. Het ging toen om de Rosenbergs in Amerika. Spionnen, zeiden ze. Ja. Kwamen later op de elektrische stoel. Toen hebben ze mij gepakt. Ik was aan het kalken. Ik wou schrijven: Red de Rosenbergs. Ja. Toen ik net klaar was met Red de. Stapte er een smerig op me af en vroeg wat ik aan het doen was. Oh, en toen, opa? En toen? Nou, niks eigenlijk. Ik zei, ik sta hier voor mijn lol. Kan je de portfeuille weer van geven? Dat was fout natuurlijk. En zo weet je niet tegen een smerig. Nee, nee. Die smerig die ik mee naar het bureau. En vlug een beetje naar het bureau. Ik probeerde nog gauw Rozenbergs af te kalken. Maar dat nam die smerig niet. Nu stond er alweer op. Red de Room. Ja, ik zie dan later eens per week langs even kijken. Ze hebben die toep dan ooit afgekregen. Gooi je verder. Ja. Dat is trouwens een blinde buur. Dat deed me wat. Dan las ik weer wat ik gekalkt had. Red de Room. En die smerig. Ik ga even. Ja, meneer Duiding, u maakt zich veel te druk. Gaat u maar slapen. Zal ik de lamp uitdoen? Nee. Het gaat alweer. Die smeren ze, die zei op het bureau. Weer zo'n kalker. En die inspecteur, zo'n jong knaapje. Wat doet u als oude man midden in de nacht met een pot verf op straat? Denkt u nou werkelijk dat uw gedoe zin heeft? Die Rozenberg gaat toch wel op de stoel, hoor. Of ik nou goed vind of niet. Maar mag ik eens weten? En toen ging ik hem alles vertellen, vanaf het begin. Ja. Ik zeg, ik wou wel even wat kalken. Ik wil er best voor betalen als het nodig is. Maak maar een proces verbaal op. Mag ik dan gaan? Ik wil graag in mijn eigen bed slapen. Maar die smeren, die hadden elkaar zeker een geintje beloofd, hè. Ja. Ik ging mooi in de cel in. En dan word ik helemaal gek, stapelgek, in de cel. Slaap ik niet. Maar hier ook. Avond en avond heb ik moeite om in slaap te komen. En als ik slaap, dan loop ik. Wel ja, ligt hier gratis. En dan nog klagen dat hij zo lastig droomt. Stil nou toch eens, man. Laat die ouwe met rust. Nee, ik hou mijn mond wel, jongens. Maar als jullie die barbier van de Haarlemmerstraat nog eens tegenkomen, pak hem dan van mij. Die was bewaker in Vught, heb ik ook nog gezeten. Nou, ik ben direct mijn slaapwil. Ik wil meteen diep maffen. Belot, vergeet geen briefje te schrijven naar je Duitse vriendinnen. Ik heb geen exhibitionistische neigingen. Zoals die Duiding. O, zuster, kan die patiënt niet van de zaal? Die hoort je niet. Ik kan wel zeggen dat er geen zorgzame vrouwen zijn dan de Duitsers. En hij maakt je dat allemaal maar belachelijk. Ze zijn toegewijd, correct en goed in de keuken. Ja, en dat geldt ook voor de moderne jonge vrouwen. Nee, het doorveer. Was er niks op de beeldbuis? Ja, daar heb ik al altijd naar verlangd, naar een correcte vrouw. Ja. Hoe bezint je die ballon toch? Een correcte vrouw? Ja. Ik zit rustig te vissen en onderwijdbaar zo'n Duitse vrouw en een taart, weet ik veel. Ja. Ik werk, mijn boek op tafel, en zij brengt rustig koffie en bier. Zonder te steuren, dat mag ik, ja. Zuster, hè. Help me alsjeblieft even een beetje overheid. Mijn kussens leggen niet goed. Wilt u nu nog rechtop gaan zitten? U kunt veel beter gaan slapen. Zal ik uw lamp uitdoen? Ja, laat maar, schat, laat
maar ik wil wel even wakker blijven. Hoe beter voor jou, weet je dit? Hoe beter voor jou, ja. Ik mag niet meer bij een rijk partij meer. En dat vind ik verdomd jammer. Ik zou ook graag van de partij zijn. Toch maar blijven liggen, koopman. Jongens, als jullie de barbier van de Haarlemmerstraat tegenkomen, pak hem dan voor mij, hè? Ja. Als ik daar nog aan denk. Ga nog lekker slapen, opa. Ja. Wij gaan ook direct, hoor. Ja, jij hebt makkelijk praten. Huh? Als ik roep, komt u, hè, zuster? Als ik roep, zuster? Ja, natuurlijk niet, Houding. Neem u een slaaptablet maar in. Ik zal u fris water geven. Ja, doe maar, zuster. Het slapen in vreemde zalen op vreemde plekken, dat lukt niet meer. Kon ik maar eventjes een neutje pakken bij me op de hoek. Heel netjes, één klein neutje. Opa. En dan lekker gerustig teruglopen. Niet snorrig, maar gewoon. Jammer dat ik mijn kanarie weg moest doen. Verdomd jongen, je raakt alles kwijt op het laatst. Ik heb je wel eens gezien op de markt. Kan dat? Ja, natuurlijk. Zaterdagmiddag ga ik wel eens een enkele keer de markt op. Je staat nogal aan het begin. Hè? Ja. Ken je ook die handelaar die dat spul uit India doet? Ja, die ken ik. Mokka Piet noemen ze hem. Ja, die slimiel. Is heel armoeig naar Amsterdam gekomen. Maar ja, nou is dat spul in de mode. Hij verkoopt goud, bij wijze van spreken. Hoe gaat het nou met je voeten? Nou, als ik blijf liggen, voel ik niks. Ik ben eigenlijk, nou ik hier lig, toch wel blij. Hier hoef je je niet groot te houden, hè? Ja, alles wint, behalve hangen, zeg ik altijd maar. Die zusters zijn schatten, hè? Mm-hmm. Een leuveltje. Mm-hmm. En als je binnenkort lopend patiënt bent, dan mag je s'avonds in een dagverblijf. Koffie, sigaretten, gevulde boeken, televisie. Nou, kan niet op. Zeg, ze wilde mijn haar afknippen. Geen lange haren, dat bemoeit het onderzoek, zei ze. Nou, daar heb ik natuurlijk geen last van. Heb jij altijd zo'n pauwblauwe pyjama? Oh, dat is nog wat rustiger werk. Ik heb er ook nog eentje, die is knalrood met een gouden randje. Draag ze soms overdag, mijn vrouw vindt het leuk, hè? Oh ja, dat was ik vergeten. Wat denken jullie, jongens? Vanavond Johnny Jordaan op de buis. Een piketanetje. Het gaat er al te zeer. Ik ben meneer Droop. Hé, jongen, klaar, zuster. Hé, moet je voor die zaal. Ja. De dokter heeft gezegd dat ik tenminste twee per dag moet hebben. Nou, als dat zou kunnen, voor mij ook eentje, zuster. Nee, zonder gekheid. Ik zal aan mevrouw vragen of ze een half litertje meebrengt. Op zaal wordt niet gedronken. Denk je dat goed aan? Als ik het merk... Die zuster reubel geen schat, mensen. Zal ik eens even de muts afzetten? En door de haar strijken. De lieve meid zit bij het minste links boven op de kast. Geef de zuster mij een zoen van me. Oh, graag. Jezus, wat voel ik me wel. De steek, zuster. Mike, de steek. Oh, wat een bezoeking. Hoe lang duurt het nog? Neem een abonnement, dat is billiger, zegt de gemeente. Zeg dan, hè. Ja. De dokter heeft tegen me gezegd dat ik maar een huisje buiten moet nemen. Niet meer te hard werken. Tje, hij zei het wat. Maar ik ga lekker met mijn autootje de bossen in. Het wordt er zo langzamerhand weer tijd voor. Wat ziet u toch in de bossen, meneer Krak? Mag ik u dat eens vragen? Wat ik in de bossen zie? Ja, hoe zal ik het zeggen? Je komt er tot rust, hè? Bomen, beetje groen, rust, goede lucht, stille paadjes. Ja, ik kan het niet precies zeggen, maar... Het is in een bos mooier dan bij een kar vol sinaasappelen. Daar kijk ik altijd tegenaan. Ik zeg 's morgens tegen mezelf: Lemmy, vanavond moet die leeg, die kar. Vanavond moet er hoogstens nog één rotte sinaasappel in liggen. Maar het lukt natuurlijk nooit. Je verkoopt zo'n kar nooit helemaal leeg. Nee. Dus je staat altijd tegen jezelf op de boksen. Het bos is helemaal niet mooi. Dat is een misverstand. Bos, dat is een verzameling gruwelijkheden. Wist u dat? Niet alleen dat daar bloederige drama's plaatsvinden, van elkaar opvretende vogels en andere dieren. Al die opgestapelde oude bladen, al vele, vele jaren. In het bos huist de dood. Oh, bekijkt u het zo? Ja, ik weet het niet hoor, maar daar heb ik nooit over nagedacht. Maar uit, die boekhouder werkt altijd met magische symbolen en kwade voortekens. Bijvoorbeeld een primula bij je bed. Weg ermee, je krijgt er weer een ogen van. En knoflook beschermt je tegen duivelse zaken. Bemoei jij je met je herkenzaken? Werkschuwe apen, rustig. Ja, het ganse leven zit vol symbolen. En of je dat nog gelooft of niet, hè? Primulas brengen ongeluk. Wit is de kleur van het zuiver.
Zwart, de kleur van de duivel. En rood, de kleur van de heks. Ja hoor. Ik lig hier boete te doen. Zuster, verstaat u mij? Zuster, red mij. Wat zijn die moeilijkheden, meneer Ballard? Nou, let op, kruin, dan krijg je het weer hoor. Dan zit je weer rennen. Dat is een mooie vertoning. Ik lig hier in de verdoemenis, zuster. Ik heb recht op zwarte lakens. Ik wil eruit. En al die mensen... Die mensen die loeren op mij, die oude vent daar, die wil me bijten, die wil me opvreten, opvreten, zuster, zwarte lakens, geef me zwarte lakens, geen onzin, meneer. Stelt u zich niet aan, als u niet ophoudt, haal ik door, zuster. Dan kan je gerust nou maar zo voor hem zeggen, hoor. Dat brengt niks met de boze krachten, eruit, eruit, red me, zuster, ik wil eruit. Doe het eens. Ja, nee. Meneer Ballot, alles komt in orde. Dan geef je even een tikje, hè, en dan gaat u zitten. Weg! 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 In die witte jas! Ik wil eruit! Oh, dokter! Dokter! Wie heet je? Die ouwe! Die loert op me de hele avond al! Zuster, houdt u even recht op de post. Zo, ja. Jongen. Dit is direct voor elkaar, meneer Ballot. Dan gaat u rustig zitten. Nee, nee, nee. Kom niet aan me! Kom niet aan me met je toverladen! Oh, je mag me niet voorliegen. Die man daar aan de overkant praat over het bos. Die man, die wil me tussen het grijpende hout in de rottende bladeren sleuren. Ah, 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 zuster, zuster, zwart, zwart. Zo, voorlopig is hier rustig, zuster. De nachtzuster moet me maar waarschuwen als hij wakker wordt. Ja, goed, in orde, dokter. Hey. Heren, het wordt langzamerhand tijd. Wilt u allemaal de lampen uitdoen? Welterusten. Welterusten, zuster. Zuster, mag ik een slaaptablet? En kom nog even bij me praten. Alsjeblieft. Ik kom straks nog maar even langs. Eerst mijn rapport even schrijven. Nee, ze is werkelijk een schatje, hè, Kruik? Nooit zo weinig. En die neurologische volgers zijn lastig, hoor. Ja, ik vind het ook wel jovel. Heel wat anders dan die zure meid van vorige week. Oh, daar heb je er weer. We hadden het net over u, zuster. Kruik en ik mogen u wel. Hey, wat vindt u nou van mij? Zeg het nou eens eerlijk. Voor mij simuleert u wel een paar weken. Nou? Maar oh, een mooie piano ja, heb ik u wel laten. Mag ik de steek? Ja, jongens, hij vraagt naar uw steek. Die hebben ze hier nog niet overlopen. Pet op, jongens. Dit doet toch niet? Nee, natuurlijk niet, want jullie zijn bij me. Geef antwoord. In dromen praten de mensen niet terug. Ik zal jullie alles hier laten zien. En je weet het, hondje zich. Gedraag je rustig tegen de Duitsers. Niet opvallen, verschuilen. Jezelf klein maken, vooral niet opvallen. Ja, maar hoe doen we dat? Als je vragen hebt, moet je bij de verpleegster melden. Ik laat jullie hier alles van het kamp zien. Je kan natuurlijk alleen in donker. Want anders ziet de moffel ons. Ik ga bij Ballot op zijn rug zitten. Niet huilen, Ballot, niet huilen. Straks mag je weer vissen. Oh jongens, we blijven binnen hoor. Zolang het nog niet donker genoeg is, blijven we binnen. Kijk. Kijk, hier slapen we. Met twee mannen. Over één persoon schrik. Lekker warm, twee mannen been klimpen. En jij toch niet, jij moet je haren klimpen. Anders val je te veel op. Pak eens iets meteen. We zijn de andere gebleven. Ja, maar ze bel. Ik.
Nee, niet om. Zoveel om bang voor te zijn, hoor. Ja, lieve man. Wel eens samen, maar op het licht wachten. Nee. Probeert u weer te slapen. Ja, ik wou dat het licht was. Pero las flores vuelven, quien las hizo morir. De oorlog werd een Spaans lied, een hoorspel van Dick Walda, werd gespeeld door Frans Somers als opa Duiding, Vissiarone als zuster Reuvel, Hans Veerman als Tanne Drood en Joke Hagelen als zijn vrouw. Paul van der Lek als Joop Vreeling en Elisabeth Versluis als zijn vrouw. Dick Scheffer als Lemmy Kuik en Tine Medema als zijn vrouw. Robert Sobels als Karper Ballot en Hans Karsenbarg als de dokter. Regie Ad Leupler. No los mata el fusil.